Hoi, ik ben Willemijn en welkom bij deze nieuwe leesvlog. In de vakantie maak ik altijd een leesvlog. En nu is het zomervakantie en we gaan er weer mee beginnen. Ik ga jullie als eerst laten zien welk boek ik nu aan het lezen ben. Nou ja, nu waar ik in bezig ben. Zonder genade van Johan Andersen. Dit is een Nederlandse thriller en er zijn terroristische aanslagen. Seriemoordenaars, van alles en nog wat. Het speelt zich voornamelijk af in Amsterdam. Maar ook andere delen van Nederland komen aan bod. De hoofdpersonages moeten tegen een soort organisatie strijden die er wilde voor zorgen dat Nederland... wat was het nou? Ze willen wraak nemen op Nederland. Dat was het. Maar goed, ik ben nog een boek aan het lezen. Namelijk... De Laatste Magier van Lisa Maxwell. Deze ben ik als buddy read aan het lezen. En we zijn op de helft. Van die ander ben ik ook op de helft. En vandaag is maandag 12 juli. De eerste dag, eigenlijk echt de dag van mijn vakantie. Dus ik wil vandaag in ieder geval verder in deze boeken. En wanneer ik weer een update ga geven, weet ik niet. Maar in ieder geval, ik ga nu verder lezen in deze boeken. Ik vind het leuk dat je naar deze video kijkt. En ik hoop dat je de hele video gaat kijken natuurlijk. Hey, goedemorgen. Ik heb weer een leesupdate. Vandaag is het woensdag. En ik heb maandag de hele dag zitten lezen. Dus ik heb Zonder Genade uitgelezen van Johan Andersen. Ik wil hier Jonas zeggen, maar Johan Andersen. En ik weet niet of ik verteld had waar het boek over ging, maar het ging in ieder geval over terroristische aanslagen, geheime diensten. Er moest van alles gebeuren. Er was een groep die wilde aanslagen plegen op Nederland en dus een aantal beroemde dingen werden opgeblazen. Dat was wel een beetje vreemd om te lezen, maar ik vond het wel een spannend, interessant boek. Moet dit nu? Ik vond het wel een heel erg interessant boek en ook spannend op het einde toen ze de laatste aanslag wilden gaan plegen. Want ik wilde toch wel weten, gebeurt het wel of niet? Want die andere gebeurde wel gewoon. Dus dat was Zonder Genade. Ik heb het uiteindelijk 4 sterren gegeven. Maandag ben ik ook verder gegaan in mijn buddy read van De Laatste Magier. Ik heb mijn deel gelezen, dus we moeten nog ongeveer een kwart. En er staat Stop de Magier, stil het boek, red de toekomst. Dat is eigenlijk wel een goede samenvatting van het verhaal. Het gaat over Esta. En Esta die zit dus in het verleden om de toekomst te redden. Een beetje ingewikkeld. Maar het verhaal was ook best wel... Het verhaal is ook een klein beetje ingewikkeld. Maar ik ben heel benieuwd. Ik vind het ook wel fijn om het als buddy read te lezen. Zodat je dingen kunt bespreken. Hoe anderen over denken. En ik ben heel benieuwd hoe het verder gaat. Gisteren op dinsdag ben ik begonnen in Met een Beetje Geluk van Tamara Haagmans. En het leest heel vlot. Ik ben al best wel op een kwart. En ik vind het wel leuk lezen. Het is echt een Nederlandse feelgood. Het gaat over Nicole. Nicole erft een soort pretpark. En het heet Down Under. En best wel leuk. Ik heb gisteren ook een pakketje binnengekregen van Polymoondust. Dus ik ga even de camera anders neerzetten, zodat ik jullie de dingen kan laten zien. Beetje onhandige hoek, maar we gaan het even zo doen. Ik heb dus van Polymoondust weer een pakketje. Nou, dit is het logo. En er zit een kaartje bij. Hi Willemijn, heel erg bedankt voor nog een bestelling. Hopelijk vind je de nieuwe kaarsen leuk en lekker natuurlijk. Liefst Raisa. En er staat Candle Care op het kaartje. Believe in yourself a little more. En dan zit het dus zo ingepakt. Nou, ze gebruikt niet meer plastic in haar verpakkingen. Dus alles zit vol met dit. Ik ruik al van alles. Nou, en in plaats van bubbeltjes plastic heeft ze dus dit papieren, kartonnen... Een soort papieren kartonnen plastic. Nou, de eerste kaars die ik heb opengemaakt is de boek Girlfriend.
Deze ruikt naar patchouli, bergamot. Geen idee hoe je het spreekt. En amber. Hij is lichtblauw. En hij ruikt heel fris, vind ik. De volgende. Oh, ik vind eerst deze. Dit is een klein vaccinelichtje. Oh nee, niet. Normaal zit er een vaccinelichtje in, maar deze keer. Toen ik het zag op de stories, dacht ik dat het chocola was. Maar dit zijn dus waxmeltbrokken. Om maar zo te zeggen. Ik weet niet meer hoe het precies heet. Maar ja, het lijkt dus op witte chocola. En dat doe je in een waxmeltbrander. En het ruikt ook heel erg zeepig, vind ik deze. Volgende kaars. Oh my god, het ligt allemaal op de grond. Volgende kaars weer ingepakt. Dit is denk ik de boek Boyfriend. Ja. De boek Boyfriend. En deze ruikt naar tabak en ook. Oh, heerlijk. En deze is geel. Oh, dit is echt zo'n lekker mannengeur. Dus die wilde ik sowieso hebben. Ja, en ik wil natuurlijk het setje hebben. Alsof ik nog niet genoeg kaarsen had van Daisa, maar maakt niet uit. Dan komen we bij de nieuwste kaars. En de nieuwste kaars, die hebben ook een andere verpakking. Dus niet dit glazen potje, maar een ander potje. En het is ook net even een andere vorm. Kijk, die zien er zo uit. Always love yourself first. En dan de binnenkant. Is heel gaaf. Oh ja, en er zit een houten lont in. Dus ja. Ik ben vergeten welke geur dit was, maar ik ruik jasmijn, dus ja, deze. Heel blij mee. Dus, ik heb de boek Girlfriend en boek Boyfriend kaarsen besteld. En deze van de selfcare lijn. Ze heeft er nog een van de selfcare lijn, maar die geur sprak me iets minder aan. Dus ik ben voor deze gegaan. En ik begreep, die stenen die je erin ziet zitten, dat die niet opbranden, maar dat je die daarna gewoon bijvoorbeeld in je boekenkast kan leggen. Nou, dat was mijn unboxing. Ik ga weer lezen. Ik ga verder in lezen. En ik zie jullie weer bij een nieuwe update. Goedemorgen, het is donderdag. Ja, het is donderdag. En ik ga jullie weer een update geven. Gisteravond heb ik met een beetje geluk uitgelezen van Tamara Haagmans. En ik vond het echt een heel erg leuke Nederlandse feelgood. Morgen op vrijdag komt mijn recensie online. En ik twijfel even wanneer ik deze video online zet. Of vrijdag of zaterdag. Ik denk zaterdag. Dus dan kun je een linkje onder de video vinden naar deze recensie. Sowieso staat er altijd een linkje naar mijn blog onder de video. Dus kun je altijd alle recensies zoeken en vinden die ik heb geschreven. Nadat ik dat had uitgelezen en ik kon nog niet verder met de buddy read, dus ik heb een ander boek gepakt. Namelijk, dit gebeurt als je duurzaam gaat leven, van Marije van der Made. En dat is een non-fictieboek over duurzaam leven, hoe zij dat aanpakt en wat je zou kunnen doen. En ja, ik ben daar heel benieuwd naar. Het leest in ieder geval heel fijn. Het zijn wel kleine letters, maar het boek is ook best klein. Dus dat vind ik niet zo erg. Maar Marije heeft een heerlijke schrijfstijl. En ja, ik zal haar YouTube ook even hieronder linken. Zodat je in plaats van een boek lezen ook haar video's kunt kijken. Zij heeft heel veel leuke video's. Ik zit een beetje te twijfelen of ik de vlog hier moet eindigen of niet. Nee, ik ga morgen gewoon nog een update geven. Dus ja. Nou, ik ga vandaag weer verder lezen in deze in ieder geval. Ik hoop ook nog verder in de laatste magier als buddy read. En dan, ja, zin in. Ik zou jullie nog een laatste leesupdate geven. Gisteravond heb ik nog even gelezen in Dit gebeurt als je duurzaam gaat leven. En ja,
Aan de ene kant is het een beetje een open deur, want er zitten best logische dingen. Aan de andere kant ook wel goed om met je neus op de feiten gedrukt te worden. Dus ja. Ja, als je meer wil weten over duurzaam leven of eigenlijk sustainability, dan zou ik deze zeker lezen. Maar je kan ook, zoals ik al eerder zei, het YouTube kanaal van Marije volgen of haar Instagram. En nou ja, dit was het einde van deze leesvlog. Na het weekend ga ik weer een nieuwe starten. Vandaag is het vrijdag. En nou, ik hoop jullie te zien bij de volgende leesvlog. Doei!